Hoofdkapitein Hendrik Fedris van, het Langu-gebied langs de Grand Rio in Boven-Suriname heeft dinsdag een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Edgar Diekan van regionale ontwikkeling. Bij die ontmoeting is er gesproken over de ontwikkelingen in het Langu-gebied. Fedris heeft onder meer duidelijkheid gevraagd over de grote achterstand in de uitbetaling van de dignitarissen. De minister gaf aan dat er hard wordt gewerkt om de achterstand in te lopen. Ondertussen is de uitbetaling geautomatiseerd en worden de tegoeden rechtstreeks overgemaakt naar de bankrekeningen van de dignitarissen. Diekan zei verder dat het ministerie werkt aan een voorstel om dignitarissen in aanmerking te laten komen voor de 25% verhoging die onlangs is toegekend aan ambtenaren. De minister benadrukte het belang van het onderhouden van het contact tussen het traditioneel gezag en de regering.